Willem Stolk, de inspirator van het grote evenement, ja, heeft veel contacten in Europa om in aanzien staande sportvissers hierheen te halen. 15 professionele sportvissers die gaan vandaag de Amerop, de Nieuwe Merwede, de Oude Maas om mee te doen aan de tweedaagse wedstrijd. Het is wel heel leuk om te zien, al die mensen, al die studenten, allemaal verschillende mensen uit allerlei landen. Die zijn eigenlijk heel blij dat we dit toch gaan doen. Dus ik vind het wel heel mooi. En de boot met allerlei verschillende soorten, rangen en standen. Ja, is wel heel geweldig. En daaromheen hebben we een verbindingsdag georganiseerd voor maatschappelijke organisaties, overheidsorganisaties, sportvisserijorganisaties en ook heel belangrijk beroepvisserijorganisaties. Want ja, het is echt tijd dat we met elkaar gaan verbinden en dat proberen we hier te doen. Bijzonder aan vind is bijvoorbeeld deze relatiedag. Een aparte boot bij. Dit is niet zichtbaar over het algemeen te zijn met een boot langs gaat. En dan kan je ook niet-sportvissers, gemeenteambtenaren, wie dan ook, een kijkje geven in wat dat is. En het bijzondere eraan is dat deze visserij is natuurlijk high-tech. En er gaan heel veel kosten en gadgets in. Dus dat kan je wel. Je kan de sociaal-economische aspect hier heel goed laten zien. Deze omgeving is uniek. Hier komen vier rivieren bij elkaar. Het Hollands Diep, de Amer, de Merwede en de Oude Maas. Het is een groot stroomgebied, dus over het algemeen zijn de vissen die hier gevangen worden wat groter dan in andere gebieden hier in Nederland. Neem bijvoorbeeld de baars. Het is hier echt geen uitzondering dat je hier vissen van groter dan 50 centimeter kan vangen als baars. Ja, daar komen mensen vanuit Rusland voor hier. We zijn hier nu momenteel bij de headquarters van de World Crank Cup. Hier doen wij de gegevens verzamelen van de deelnemers op het water. Via de appgroep sturen de Marshall de vangberichten door. Die gebruiken de telefoon van de deelnemer, zodat wij deze live op Facebook kunnen delen en de mensen die thuis op de bank zitten ook mee kunnen betrekken aan het evenement. En zoveel mogelijk kunnen te delen en dat we zo'n groot mogelijk bereik kunnen krijgen. I saw in the WhatsApp group that the people catch a lot of fish, but for me it was really hard. I caught nothing. It was a beautiful day! Then you get one, so thumbs up, you thumbs up. I don't need any lullabies today. Stak mijn duim in die snoek. Oh, per ongeluk. Wat een bak met een snoek, jongens. Oh, mooi, mooi, mooi. Hey fish. Hey cast. And one bite here, one bite. My technique is speed. And the maximum cast. I caught two pike and one perch. Well, that's good. It was okay. Well, I lost one perch. This is... Let's laugh, Willem. Even lachen. Oh, even lachen. Jullie zijn al bezig, man. Shit, man. Ik ben net wakker. Sowieso was het een aardig stukje varen. We hadden besloten om naar de brug van Spijkenisse te gaan. En dat is eind varen. Dat is gewoon een uur varen. Ja. En toen kwamen we daar. Toen was het water hoog. Een stroom als de neten, dus we vingen geen hol. Dus toen moest ik weer helemaal terug. I have a two perch, this day. Zo? So? Oh, it's very difficult. Een lang dagje. Heel lekker. Vijf, we hadden nog helemaal geen vis. 'S Ochtends een beet gaat verspeeld. Gewoon los. Later nog één. Niks. En later dag kreeg ik twee keer beet in een half uur en ving twee baren.
Dus ja, daar was ik wel een beetje blij mee eigenlijk, dat de kop eraf was. Maar een mooie dag. Dus morgen gelukkig nog een dagje.